En daar keken we met belangstelling naar uit, want bij de juniors gisteren Europees kampioen in Tabor, Niels Albert. En hier staan ze aan de start, een korte samenvatting. De Polen en de Tsjechen staan voorin en Albert, door een lotje te trekken, pas op de derde rij, startplaats 17, in die gele trui. Daar kiest hij een spoor. Dit is de aanloopstrook en dan krijgen we hier een eerste kritiekpunt, een moeilijk punt. En hou u vast, Klaucek en Verschuren. Dat is even het noorden kwijt zijn. Verschuren kan niet anders dan er gaan bijliggen. En dan is het voor de anderen een probleem om daar langs te komen. Albert al zijn schicht daar langs. En dan zijn er problemen voor Bart Verschuren. Maar hij gaat de cross uitrijden en hij zal uiteindelijk zevende worden. Maar dan is Albert al lang weg hoor. Die neemt meteen een half minuut. En ronde na ronde bouwt hij die voorsprong uit. Die is werkelijk superieur. In de achtergrond zijn het de Tsjechen die knokken. Met de Novotny en de Skarnitzel. Ook Arnouts, de jonge Arnouts. En dan hier achteraan een Pool. Karel Vreubel, die doen het vrij goed. Maar dit is gewoon een klasse te sterk. Hier is Albert. 10 op 10. Ja, dan heb je de graad van uitmuntendheid bereikt. Die is Albert is gefeliciteerd. 10e cross van het seizoen en 10 overwinningen. Dat is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Het ging vandaag veel gemakkelijker als gisteren. Maar ik heb toch wel in de eerste paar ronden afgezien, want het was een heel lastige cross. En ik was toch precies van gisteren niet goed uitgerust. Ja, het was aan de vlieger gezeten en een beetje later in het bed, maar nog wel losrijden op de ambassadeur geweest. Dus ja, het viel wel mee. Ja, ik moet je nog eens feliciteren hè, voor dat Europees kampioenschap van gisteren. Je won met 6 seconden voorsprong. Was het een zware wedstrijd? 6 seconden, het was 11 seconden. Het was een heel zware wedstrijd voor mij. Ik heb echt het op het uiterste moeten gaan, want de Tsjechen bleven heel kort. Ik heb echt alles moeten geven voor te winnen, dus. Maar het was wel mijn mooiste. 10 op 10, kan je dit volhouden de rest van het seizoen? Het is nog een tijdje tot het WK van Pontchâteau. Voor ik moves hier niet allemaal te winnen. Als ik de mooiste win, dan ben ik content. Dus ja, ik heb al 1 mooie, dus er zijn er nog 3 mooie en ik heb er al 2 mooie. Dus ik ga proberen van z'n 4, maar het is nog lang afwachten natuurlijk. Er kan nog veel gebeuren, dus. 7e in Monopoly, ja, dan als tweedejaars hoop je natuurlijk op een medaille. Ja, ik hoop toch op een medaille, ja, zeker na de titel van gisteren. Dus ja, we gaan zeker moeten afwachten wat het in Monopoly wordt. Laatste vraag, dat EK, dat is wel een wereldkampioenschap waard, hè? Want alle toppers uit jouw categorie waren aan de start. Ja, eigenlijk wel. Dus ja, we gaan afwachten wat in Monopoly is. Ik hoop dat het dan ook een mooie strijd wordt. En Pontchâteau, bedankt Niels Albert. Ja, bedankt. Ja, Monopoly dit jaar en Pontchâteau dus volgend jaar. Maar hij is ook leider in de stand voor de Veldritrofee Vlaanderen. Hij heeft 100 punten. En dat zijn er 40 meer dan Skarnitzel en Novotny. Hij wint vandaag voor Novotny en Skarnitzel. En dan wordt het spannend tot het einde. De start is belangrijk. Het is een snelle cross. En straks aan het eind van deze inrijstrook krijgen we meteen een kasseitje. Een kasseitje linksop. En daar moet je toch goed geplaatst zitten. Want dat is meteen een stekelige klim. En dan boven. Aan het eind van die klim, daar duik je het veld in. Nijs op kop, wel eens aan het wiel. Ook Camille van den Berg zit goed. Van Turnhout zit aan het wiel van Nijs. En Ben Berde ook goed mee, buitenkant bocht. En hier dat kasseitje, 100 meter kasseipel. Ja, de start is natuurlijk heel belangrijk. Je kunt wel terugkomen in deze koers. Maar je ziet, het is heel gevaarlijk. En ja, dat is toch het kritiekste punt van de Tour. Er rijdt daar een pak volk rond, hè? 65 starters. Er zijn niet veel crossen die zo'n uitgebreid deelnemersveld kunnen presenteren. Na de kasseien loopt dat nog op asfalt stevig bergop. En dan gaan we zo meteen rechtsop. En dan worden ze beloond met een stukje afdaling. Het is Camille van den Berg die eerst opdraait met Nijs. Want Van Turnhout, ja. Even uit de klik bedacht. Ja, hier zetten ze toch al voet aan de grond. Vanaf de 10e positie. En dat is het eigenlijk waar je vooraan moest zitten. Want nu gaat het hier een beetje sneller. Al niet echt razendsnel. Maar hier aan het eind van dit stukje krijg je dat eerste kritieke punt. Die duikt naar beneden. Opletten mannen. De Klerk die opschuift. Berde een beetje nerveus. Toch voldoende voorzichtigheid inbouwen.
En Renat? En ze komen allemaal goed door die passage. Daar staat wel iemand langs de kant. Is van Tourenhout die kostbare tijd verloren heeft. Een plaats of 5 verloren in dat kritieke punt, zoals je zei, Michel. En nog altijd Camille van den Berg op kop. Toch een kleine verrassing om deze cross mee te openen. Van den Berg op kop in de materiaalzone voor een wellicht geprikkelde Mario de Klerk. Nijs in derde positie. Nu Vervecke vierde, Glask op de vijfde plek. Berde voorlopig zesde. Ja, Van den Berg is in principe een ploegmaat van Ben Berde. Nu is cross een individuele sport, maar we zien toch de jongste jaren een tendens naar ploegenwerk. En ik vermoed dat die Van den Berg het pad wil effenen voor Ben Berde. Dat zou kunnen. Dus een, ik vermoed ook dat dat hier kan, zoiets. Hier is het wel nodig. Of hier is het eigenlijk, hoe moet ik zeggen, je kunt ze gebruiken, de knechten hier. Dat gaat dan nog in de wedstrijd gaat dat dan nog zien. Ik zie een geprikkelde Mario de Klerk. Ja. Die schriftjes, weet je wel? Ja, daar wordt natuurlijk veel over gepraat, dus maar ja, dat heeft eigenlijk niks te maken met de prestaties van het verleden van Mario. Dus hij blijft nog altijd Mario, ja, Super Mario zeggen ze, en dat is ook zo. Dus als kampioen kunnen we hem toch niet afschrijven. Nou, dat zeg jij, maar laten we dat maar afwachten, want de geruchten of de lekken die ontstaan in het parket van Kortrijk, ja, die zijn meestal hard te maken hoor, achteraf. We gaan nog eens kijken naar wat er daar gebeurt. Ja. En Schuiver daarvan onder meer ook Van Noppen. We zien ook Van Tournout, dat is het belangrijkste slachtoffer. Dat is ook Bart Welles, de wereldkampioen, die staat er langs de kant geplant. Ja. En is nu pas weg in circa 11e, 12e positie. Maar behendig als ze is, zagen we hem daar al wat terrein goed maken. Nijs is derde. Het is nog altijd Camille van den Berg, die trekt voor Mario de Klerk. En we zien Erwin Vervecke in vierde positie. Ja, dit is het voordeel van zulk een parcours. Hè. Dus, de renners blijven bij elkaar, de posities verschuiven. En dat is in feite heel mooi voor te zien. En Renat? Het is inderdaad prachtig om te zien. Tweede passage aan de dubbele materiaalpost. Nog altijd die Camille van den Berg op kop voor de Klerk en Nijs. En dan wordt er daarachter gehergroepeerd. Van Zandvliet die een paar plaatsen smokkelt. En dat zien we verderop. Bart Welles op dit moment in 14e, 15e positie in het wiel van Tom van Noppen. Die daarnet al binnenging voor een fietswissel. En helemaal achterin nog ook Richard Roenendaal. Die toch pas in 25e positie ongeveer voorbij komt. Ja, Van den Berg. Zij die in Sint-Michiels-Gestel geweest zijn, weten dat hij goed bezig is, want hij was daar achtste. Ja, je kan heel goed starten ook. Ja, je verrast ze bijna nooit in de start. En hij is goed op snelle parcoursen. Ja. Een van de belangrijke hindernissen, we zijn hier op de trap, het zijn er 17. En Van den Berg geeft niet af. Ja, en Groenendaal is niet echt goed mee vertrokken. Dus maar het probleem dat er zich schuilt, het was al de knie. Dus is er nog, deze week is er ook nog bijgekomen dat ze hem eigenlijk omvergereden hebben met een auto. En het was niet echt nadelig, maar het komt er toch maar bij allemaal. De tent in en de balken, 40 hoog, een goede 4 meter daartussen. Het is een beetje krap om te springen, om te jumpen dus. Dus allemaal van de fiets. Dat is moeilijk. Eerst Groenendaal. Ja, ze liggen wat kort bij elkaar. Hè. Voor hier, hier is de wissel van Richard. Dat is snel, hè? Waarom? Ja, dat is al toch wel een probleem geweest. En anders doe je dat toch niet, hè? In de eerste ronde toch niet. Misschien ook op dat haakse punt, die steile afdaling, daar wat in problemen gekomen. En misschien ook wat technische problemen daardoor veroorzaakt. Ja, want hij verliest daarmee toch wel 5, 6 plaatsen. En dat moet toch wel echt iets aan de hand geweest zijn. We zijn al rond met Van Zandvliet, met Vervecke, met Heulen, met links Glask. Nog wel wat buitenlanders mee voorin. Ben Berg die zich klaarzet. Ja. Nijs in een 10e positie. En Welles dat oponthoud toch heel goed herstelt. Snelle ronde, een dikke 5 minuten. Van Tournout is ook terug na die valpartij. En Renat. Ja, over dat oponthoud gesproken. Van Noppen heeft dan een nieuwe fiets moeten nemen om de eenvoudige reden dat zijn linkerrem stuk was bij dat manoeuvre daar in die bocht. Eerste ronde 5-16, maar het was geen volledige ronde omdat de start dus een beetje verder dan de aankomst gegeven werd. De Klerk die weer een tussenspurtje plaatst. Laten we niet vergeten dat hij bij zijn heroptreden in Contern meteen won. En zei jij niet, Paul Herijgers, voor we aan deze uitzending begonnen? Hij gaat er hier lang tussen hangen. Ja, dat was te verwachten. Hè. Ik had gedacht dat ze allemaal gingen samenblijven. Toch zeker een half uur wedstrijd. En dan is de Klerk er natuurlijk nog bij. Het is te hopen dat hem getraind er is voor, want anders gaan ze hem heel zeer doen. Hè. Die eerste ronde, dat was gezien het niet al te hoge tempo een verkenningsronde. En nu zien we Heulen het tempo wat optrekken.
En er wordt nu al gezegd door de mensen van de wielrijdersbond dat er in totaal 11 ronden zullen moeten afgelegd worden. Wel, dat is een beetje prematuur. Laten we nog een ronde wachten. Het is zo dat na 2 ronden vastgesteld wordt, dat weet u, hoeveel ronden uiteindelijk in een uur passen. Van Sandvliet die nu weer gaat werken. Met huilen aan het wiel, wel eens. Op dit soort parcours kunnen nekken echt gebruiken. En daar beter vooraan zitten. Ja, het blijft toch een kritiekpunt. Ook al liggen die bochten zo mooi om te nemen. Hè. Je kunt er gewoon door vliegen bij wijze van spreken. Maar het, ja, ze komen zo kort op elkaar. En dat is ongebruikelijk voor een cyclocross. Hè. Maar ze hebben bijgeleerd, hè, Renat? Vliegen doen ze en dan moeten ze afremmen voor die bocht in de materiaalzone. Hoijlen dus nog altijd in het wiel van Sandvliet. Wel eens comfortabel in derde positie. Dan Vervecken. De Klerk nog altijd top 5. Zevende op dit moment van Loppen. En Van Toerenhout die in de pits gaat. Van Toerenhout neemt een nieuwe fiets. Maar dat gebeurt allemaal in de tweede helft van het peloton in 20e positie ongeveer. Dit is een wijde lus die de Niores niet moesten doen. Het parcours hier voor de profs een goede 2,5 kilometer lang, 2510 meter en altijd bergop, bergaf. En al lijkt het niet echt zwaar, het is het wel, mede ook omdat de tempo zo hoog ligt. Dat is ook zo, dat is elke keer een tussenspurt en je komt elke ronde is het daar terug. Ik vind dat die Hoijlen het uitstekend doet. Ja, die is al een tijdje goed bezig en het is belangrijk dat er zo eens internationaal gezelschap bij komt. Dat is heel goed. Maar als het echt cyclocross is met die heel zware omlopen, dan verliezen we die mannen een beetje uit het oog. En dan kunnen ze niet zo goed, maar als het dan een cross is waar de snelheid heel hoog is, geen zware omlopen, een beetje bergop, dan is het toch wel mooi. Dan zitten er zo mannen vooraan tussen. We zagen Groenendaal een heel klein beetje opschuiven. Weer vooraan. Groenendaal niet echt nuttig in het ploegenspel. In principe dus voor Sven Nys. Bij de mannen van Spaanstrek is dat anders. We zien Van Sandvliet de kop pakken. Zijn kopman wel eens in derde positie, Renat. Ja, Groenendaal toch een serieuze remonte gemaakt in 1 ronde. Van de 25e naar de 12e positie daarnet. En is nog aan het opschuiven. Sterke terugkeer van Richard Groenendaal. Die nu zo meteen de top 10 gaat binnenduikelen. Dan gaan we dat hier zien. Daar rijdt hij, inderdaad. Ja, schuift nog op, hè. Een peloton van Sandvliet en een demarrage van Bart Welles. Hoijlen die weet, oh, nu moet ik meegaan. Nijs die heel even wacht. En van Sandvliet die zit daartussen, die kan een gat laten vallen. Ja, dat zou kunnen dus, maar het parcours leent zich daar niet echt toe. Ook al is dat toegelaten, zoiets, hè, van eens even aan de remmetjes te komen of de beentjes stilhouden. Arne Daalman zit er vrij ver achterin. Nijs heeft dat toch begrepen, van Sandvliet voorbij gewipt. Ja, Arne was heel slecht gestart, dus maar... Daar staat Renat. Eerste trapje en ja, wel eens op kop. En daar hadden een eerste kloofje van betekenis. Ze hadden een meter van Nijs. Misschien de eerste aanval nu die succes zou kunnen kennen. Wel eens die probeert de forcing te voeren. En hier helemaal achterin dat peloton van Toerenhout. Die heeft een hele hoop terrein goed te maken. Ziet er niet best uit voor de West-Vlaming. Ja, die stond daar dus stil op dat kritieke punt in ronde 1. Aanval van Welles. En kijk eens wat een vaart dit is en wat de vochtigere plek, hè? Ja, dat is het enige bochtje dat zo een beetje glad ligt. Volgens mij kan de zon daar eens geen kanten aan. En dat is daar nog redelijk vettig. Dan moet je wel een beetje oppassen. Of als je daar valt, dan rijden de renners nog heel, heel hard. We zitten hier inderdaad in een benedenstuk van de vallei. Welles neemt een meter of 10 en dat mag je niet laten gebeuren. Hoijlen, Nijs, Van Sandvliet, Vervecke, Berde. En dan Van Oppen met de Klerk, meen ik. En de Knecht die kan dat tempo niet aan. Groenendaal volgt. Hier komt Mijnen. Je ziet dat het echt dat ingeslagen wordt. Hè. Van het moment dat er een van de tenoren aan de kop begint te sleuren, daar rekt het spel helemaal. Hè. Aangename kennismaking, meneer Christian Hoijlen in tweede positie, nummer 6. Nog 9 ronden, dus bevestiging in totaal 11 ronden. Prachtig, een atleet ook, Hoijlen. Ronde 5-19. Dat is dus in principe sneller dan die eerste ronde, 5-16, maar die was een goede 350 meter korter. We hebben een trio voorin. Wel eens die zich een beetje opwindt. Sprak ook stoute taal in dat interview. Ja, hij zegt, ik heb gisteren gekoerst, het is niet aan mij van... Maar je ziet, hij is zo gretig dat hem toch zelf doorgaat. Ook Nijs heeft bijgeleerd, hè? Die gaat zich daar niet meer laten aanvangen. Nee. Dus tot vorig jaar zou je bij Nijs dan gezien hebben... Oh. Dan zou dat lukken van hem direct op de kop te krijgen. Dus, maar hij is cool, hij is een coole kerel geworden. Ik denk nu dat het voor de Klerk en Co. toch iets te snel gaat.
Wels met Nijs. En waar is Huyle? Ja, die is weg. Daarnet was hij nog. Ja, die komt zichzelf een beetje tegen. Hij heeft zichzelf wat overschat. En nu gaat Nijs toch. En dan moet Van Sandvliet harken in de achtergrond. Ja. Het spoor trekken voor Vervecke. Al is Vervecke al een aantal weken op zoek naar dat ideale vormpeil. Ja, dat kan er ook wel mee te maken hebben dat Peter nu op kop gaat rijden voor Erwin. Ja. Vandaag zal het toch belangrijk zijn voor de wereldbekerselectie. Ja. Gelijk heb je, want de volgende zondag grote prijs van Duitsland in St. Wendel. En we verwachten daar eigenlijk een beetje een gelijkaardig parcours als dit. Dat gaat er heel hard op gelijken. Ja, ik denk dat het belangrijk wordt. Dat Rudy de Bie gewoon zeggen van wie dat er vandaag scoort, dan trek ik er mijn vingers van terug en dan gaan die jongens mee. En Renat? En ze zijn weg, Nijs en Welles. En we kijken naar dat gevaarlijke bochtje. Daar zien we Berde op 6-7 seconden met de Klerk die afziet in zijn wiel. Dat was Sandvliet van Noppen en verder op de rest. De twee tenoren. En dan zien we Berde en dan de Klerk. En dan dat pelotonnetje. Een man of 8. Ze zijn weer vertrokken. Het is een hele mooie intervalcross. En achter het gat uit demareren. En wat kan Nijs? Kan hij reageren? Oeh, een meter of 4-5. Oeh, het gaat hard. Mooi, mooi, mooi. Wel eens een beetje geïrriteerd door het feit dat Nijs gisteren dus niet aan de start geweest is in Eerlingen. En zegt, ga daar eens mee afrekenen. Ja, dat was toch raar. Je hebt dan samen de kloof gemaakt met tweeën en dan klets er achteruit zo. Ja, dat moet toch een beetje prikken. Hè? Dat is toch geen liefde op het eerste gezicht. Nee. Maar kijk eens, wat een reuze versnelling. Maar zo moet het hoor. Ze moeten Paul elkaar opeten. En daar is Berde al. Ja. Met de Klerk. Ja, maar ja, dat wil ook zeggen dat ze al aan het terugkomen waren. En dan mag er iets gebeuren. Dan mogen er achteruit kletsen en dan mogen het een beetje vuil spelen. Voor de mensen maakt het dat wel een beetje mooi. Hè? Want ze denken allemaal maar dat dat ene pot nat is, maar dat is echt niet waar. Nee, legt hem aan de rekker, hè? Ja. Een meter of 6-7, maar de Vlaams-Brabander gaat dat niet laten gebeuren. Het is nog een beetje te vroeg. Ik vind het ook wel een typisch een Nijs-parcours hier. Moest het nu nat zijn, helemaal de grond doordringt, dan zou ik zeggen Bart Welles. Maar nu durf ik het toch nog niet laten opzeggen. Berthe komt terug. En hij brengt de Klerk mee. Ja. En of Klerkske een gebeten hond is, Berthe die meteen doorgaat. Gisteren gewonnen, hè? Een beetje geprofiteerd van pech van Welles, maar je moet het toch maar doen. Ja. Dan wegrijden en stand houden, dan ben je goed. De pupil van Roger de Vlaming en die levert goed werk met deze Ben Berthe. En Van Zandvliet komt ook aansluiten. En Renaat Schotten nog. Ja, Berde met een paar meters in de materiaalzone en hergroepering nu. Ook Jan Verstraeten is er nog bij met Erwin Vervecke en Van Loppen en Huyle en Jacobs. Dat is de kopgroep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 man. En dan een kloof op Richard Groenendaal. 12 seconden de kloof. Groenendaal die een groepje aanvoert met daarin Komijnen en Arne Daalmans. En dat allemaal op een parcours dat eigenlijk een kampioenschap waardig is. Ik denk dat ze er hier klaar voor zijn voor een kampioenschap. Het parcours, dat is al perfect. Dus, maar de organisatoren, die moeten er ook achter staan natuurlijk. En je ziet dat die 100% mee zijn. Ze zijn ermee bezig. Ja. Ze denken er wel aan om dat Belgisch kampioenschap in 2007 te laten doorgaan in het park van Tervuren. Omdat daar meer ruimte is. Ook nog een beetje meer uitstraling. Maar het gaat wel over deze organisatie, Pro Cyclo in Vossen. Ben Berde met risico's door die bocht. En dan de balken. Wat doet Nijs? Dit dus. Dat vinden we een beetje een verarming. Dat die balken daar zo moeten liggen dat er niet kan gesprongen worden van de buffiets. Ja. Dat is spektakel. Dat hoort bij de sport. Ja, misschien wel. En ik mis dat ook al een beetje. En er zijn veel mensen die dat graag zien. Al is het daar toch ook wel technisch moeilijk. Je komt daar na een afdaling vaak breed de bocht uit. En dan moet je corrigeren. En om dan nog op die fiets te blijven, moeilijk. Maar ze liggen te dicht bij elkaar, denk ik. De hoogte speelt geen rol, want daar springt Sven zo over. Maar ze liggen te dicht bij elkaar. En tenslotte, ze komen daar tegen 25, 30 per uur aan die balkjes toe. En dan kunnen er even goed overlopen. Want anders moet je toch echt in de remmen gaan. Of je vliegt er knallen op een tweede balk. Nog 8 ronden met nu een peloton Belgen. En hier een Zwitser Huyle die weer komt aansluiten. Een man of 10 voorin. Ronde 5, 26, dus tempo. Ondanks die versnellingen van Welles tussendoor toch wel een beetje gedrukt. Hier Ben Berde, Nijs, Welles, de Klerk, Van Noppen, Van Sandvliet.
Jan Verstraeten die het uitstekend doet. Vervekke is daar nog goed mee en die vind je hier ook op dit beeld terug. Daar links in beeld, dat is de Jacke Verstraeten, ja, van Vlaanderen. Vlaanderen tegen interim. Arne Daalmans zien we niet. Van Toernout hier ook niet bij en Groenendaal die is gepasseerd op 17 seconden. Van Oppen die opschuift. Ja. Van Oppen met dat modieuze zonnebrilletje zoals jij dat graag droeg. De zon is nogthans weg. Ja, maar de show mag er ook altijd een beetje bij zijn, zeker. Hè? Nijs heeft hier al eens gewonnen. Wel eens uiteraard ook. Jij niet, hè? Nee, nee. Aanval van Verstraeten. Jantje Verstraeten. Verstraeten bergop. Oh, oh. En wegrenner, weet u wel. Dat wil iets zeggen, hè? Over de aard van het parcours. Ik zal niet zeggen dat het hier geen cross is, hè? Maar ai, ze zijn terug, hè? Met Daalmans. Ja. En Jessek. En Page. De hele meute. Dat met Colmijnen en Van Toernout, de twee West-Vlamingen. Dat is goed dat ze nog eens een keer terug. Ik vind, met die val was er toch wel een beetje... De ravage was erg groot. Hè. Er waren renners teruggeslagen. En dat je dan niet echt de grote kwaliteiten hebt voor een snok of een ronde rap te rijden, ja, dan zijn dat al uitgeteld. Maar nu zijn ze allemaal terug mee. En helemaal bij de zaak Renaat. Verstraeten voorbij onze neus met Nijs. Het is een erg mooi punt, dit punt. En ja, fenomenaal toch wat Jan Verstraeten daar doet. Arne Daalmans overigens, die is er ook bij komen aansluiten. Maar er is sprake van een algemene hergroepering, niet langer die kopgroep van 10. Een heel lang gerekt peloton van een renner of 20. Ik vind het een heerlijk gezicht, dit. De manier waarop ze eigenlijk met hun onderlijf, achterlijf corrigeren. Hè. Ze geven een kwak om recht te blijven. Ja, en toch is dat eigenlijk te doen, die bocht. Die fiets, je moet er eigenlijk weinig voor doen voor naar beneden te rijden. Maar het is wel meters naar beneden, dus die valpartij daar straks, dat moet heel hard aankomen. Want je valt in feite al 2-3 meters echt naar beneden. Het minste dat je daar onderuit schuift, valt er gewoon 3 meters naar beneden. Dit is een lastig stuk hoor. Na al dat technische werk, hier dus vooral, waar het er vooral op aankomt van het lichaam goed onder spanning te houden en op het juiste moment te vieren, los te laten. Dat kost krachten en dan moet je meteen weer diep in het krachtenarsenaal om die hellingen te verteren. En Mario is hier ook terug, de klerk. Ja, probeerde een beetje te anticiperen, zag Van Sandvliet komen, daardoor wat versnellen om dan dat wiel te grijpen. En nu Vervekke in derde positie. Oeps, weer naar de weide. Ik ga toch nog een tijdje meegaan, ik had gedacht, oh, klein een fameuze prik, een fameuze, ja, prik van Berde en die krijgt daar een dreun terug van Tom van Noppen. Ja. Ja, duwt zijn eigen zelf terug af aan Ben Berde. Is dat nu rivaliteit in functie van die selectie? Ben gaat dat toch niet graag hebben, denk ik. Echt, Wat gaat hij doen? Even opletten. Hij bekijkt hem aan, ja. Oh, lalalala. Ja. De vlammen schieten eruit uit die blikken. Ja. Oh, dat is spektakel. Ja, dat vind ik heel graag zoiets. Was jij eigenlijk ook een van de beter in, hè, in dat soort werk? Het wat opjutten van de tegenstand. Ja. Dan moest ik nog niet voor in de koers zitten. Renaat. Van Sandvliet, voor de Klerk, Vervekke, Nijs, Berde, Welles, Hoyle. Dat zien we Van Oppen, Lefevre. We zien ook nog Jan Verstraeten helemaal achter in de kopgroep. Dus onze tweede Vlaanderen renner Arne Daalmans. En dan Jonathan Page, de Amerikaan ook bezig met een remonte. Probeert aan te pikken bij de kopgroep. Maar nu komt die helling en dat is een zware strook. 20 seconden ondertussen verstreken. En nu komt hier voorbij Gerben de Knecht. En voor de liefhebbers van de Nederlanders, die snelle starter Camille van den Berg, die is helemaal weggezakt. Die volgt nu al op een anderhalve minuut van de kop van de koers. Ja, maar het mooie, Renate, is dat ze ontzettend geprikkeld zijn. We hebben ondertussen nog een replay gezien wat daar gebeurde. Het was Berden die eventjes uit zijn evenwicht kwam, daardoor Van Noppen wat raakte. Die moest dan tegen het lint. Dat gebeurt hier, voilà. Zet hij toch wel heel breed die elleboog open, hè? Ja, Ben was eigenlijk eerst een beetje in de fout gegaan. Ja, hè? Dat werd direct... Waarom? Dat willen we straks graag horen. Waarom die elleboog van Ben Berden? Ai. Ze zijn nog bezig, hè? Ja, ja. Van Sandvliet, goed rechtgezet. Dat is je bocht. En met dat lange lijf is het voor hem wat moeilijker om te sturen, om daar goed doorheen te komen. Maar hij redt het. Goh. Hij zet ze onder druk. En Welles hoeft niks te doen, het is aan de andere. Ja. Dat is goed bekeken. Dat is goed gezien. Laat hem maar vertrekken.
van Sandvliet al één cross gewonnen dit seizoen in Kail. En in dit tactisch werk kan het hoor, dat je op die manier wegrijdt en ja, een hoofdvlog, ja, hoofdvlog schiet. In ieder geval moet iemand anders het gaan dichtdraaien. Dus en wie doet dat? Gadré, de Fransman. Bertha, wat wil dan? Nijs, wel eens. En dat peloton. Ronde 5:37. Iedere ronde wordt trager afgelegd nu. Ja, in feite moet Peter nu echt alles uit de kast rijden. Hè, voor het zo lang mogelijk voltouwen. En voor iemand echt af te matten. Hè. Het is jammer dat Ben Berde daar niet meteen een ploegmaat heeft die dat kan opknappen. Ja. Dat zou welkom geweest zijn. En Groenendaal kan dat voor Nijs ook nog niet aan. Hier zou het terug kunnen stilvallen eventueel. Als Groenendaal dat al zou willen doen. En Renat. Ja, vraagje van Michel Wuits voor jou, Rijn Groenendaal, de vader van Richard. Zal jouw zoon eventueel werken in die grote kopgroep die we nu hebben? Want dit lijkt wel een wegwedstrijd. Eventueel werken. Ik denk dat hij niet kan werken. Hij heeft moeite om te volgen. Hij is op het moment nou eigenlijk pas aangesloten. Hij heeft steeds gelost gezeten. Maar ik zeg het net tegen die vader van Arno Daalman. Ik zeg op zo'n parcours, dan moet je met tweeën gewoon samenrijden. Moet je tot half koers kop over kop rijden om weg te kunnen rijden. Een eenling kan hier niet wegrijden. Niet. Kijk, en die krijgt dan renners in het wiel en die gaan zitten profiteren. En je bent later geklopt. Als je hier een ronde op kop moet rijden, rijdt hij volle bak op kop. En dan heb je, denk ik, als ze dan overnemen, heb je problemen om te volgen. Want ze hebben een paar weken terug commentaar geleverd op Turijn. Maar dit is dan, hier zit veel hoogteverschil in. Maar in principe heb je hier precies hetzelfde. In Turijn was dat ook zo. Het was best een heel mooi crossparcours, vond ik zelf. Maar als je daar een ronde volle bak op kop reed, dan had je problemen. Dat had wel eens ook in Turijn. Die heeft er anderhalve ronde op kop gereden en toen zat hij op lossen. De visie van Rijn Groenendaal, Michel en van Sandvliet die nu probeert weg te komen. Ja, en die neemt inderdaad wat meer ruimte. En Rijn heeft inderdaad groot gelijk. Hè. Ze hebben wellicht het lesje in Turijn geleerd dat als je daar een ronde voluit gaat aan die hoge snelheid, dat je dan jezelf in de slotfase ongelooflijk tegenkomt. Ik denk het wel als ze er veel had geleerd hebben en dat is al langer bewezen. Zoiets kan niet op een razendsnelle cross. Als die dan ook nog lastig is, ja, dan moet je zeker rekening houden van niet te vroeg eraan te beginnen om uw beste pijlen te verschieten. We zien Sébastien Durieux die gedubbeld wordt en Renat. Het is barrage, het is Vervecke die afstopt gewoon en hele pakken ophoudt. En een hele mooie voorsprong is dat voor Peter van Sandvliet. 10 seconden had hij al op de top van de helling. En ja, Vervecke die de boel daar probeert af te stoppen en dat lukt aardig. Niks afdoen aan de verdiensten van Sandvliet, maar ja, daar kun je toch veel op verwedden dat één van die versnellingen, die Nijs nu bijvoorbeeld uit de benen schudt, dat die voldoende is om van Sandvliet terug te pakken. Maar wel eens gaat het ploegenspel spelen. Ja, voilà. Onmiddellijk mee in het wielen. En een beetje afremmen. Ik denk het wel. Omdat Bart de Strek voor de wedstrijd zegt van ze valt er een beetje tussen, ze is niet zo belangrijk. Het is de moment voor iets voor een knecht te doen misschien wel. Maar het is wel veruit de mooiste cross van dit weekend. Dat en is waar. Daarom echt gegoten op de kalender. Ja, maar die zit niet veel in de weg. Die cross is gewoon, ja, die heeft meer uitstraling, die heeft gewoon meer kwaliteit voor hetgeen dat ze nu is. Daar kun je niks meer over vertellen. Dat moet hoger op geraken, zoiets. De zwoegende stijl van de sympathieke uit Ranst. Oelegem Ranst, Peter van Sandvliet. Jarenlang zijn we gelukkig geweest dat Van Sandvliet meedeed in de wereldkampioenschappen. Hij was altijd goed voor een top 10 plaats. Maar toen kwamen Nijs en Welles in de Klerk. Ja, de tijden veranderen natuurlijk. Ik weet het nog, vroeger was hij eigenlijk als vijfde man voor een WK. Ik heb eens een keer geweten, hij ging met de vijfde plaats lopen en, in een WK. Dus hij was ineens de beste toen. 9 seconden op de voorsprong van Sandvliet op een vijftal met Berde die daar dus de forsing voert voor Nijs. Welles, dan zien we nog altijd een goede indruk geven de Mario de Klerk met Van Loppen in zijn wiel. Daalmans hangt er nu weer bij met zijn zessen dus in de achtervolging op van Sandvliet. Ja, en hier wordt het nu toch weer een beetje geschift. Hè? Je ziet het achteraan uitdunnen. Ze blijven er met een stuk of 7-8 over. En aan de rondetijden kunnen wij aflezen dat het inderdaad een seconde of 10, 15 per ronde sneller kan. Ja, het kan veel sneller. Dat zullen we straks nog zien.
Ai, een valpartij. Van Sandvliet is tegen de vlakte gegaan. De leider is op deze manier weggemaaid en hij blijft liggen. Dat is spijtig. Er is al medische assistentie, al zijn die niet meteen. Ah, toch, ze zijn er mee bezig. Nou, komt allemaal een beetje. Van Sandvliet en hier, nee, hij springt. Hij springt. Belangrijk moment. Ja. Ik denk dat hij hier gaat versnellen. Toch een mentale klap waarschijnlijk. Voilà. Voor de concurrentie zoiets, hè. Je moet het maar één keer doen voor uit uw lood geslagen te worden. Nijs en Welles. Dat wordt anders koersen. En derde. Je moet niet meer speculeren van ik ga er wel mee naar de meet, want ja, er komt geen meet, want hij zal weg zijn dan. Wel eens op de tanden bijten hoor. Ja. Het moet in deze fase van de strijd gebeuren, in het tweede deel van de cross. Nijs en Welles, vanavond zitten ze in Sportweekend, dames en heren. Hoofdgasten in Sportweekend. Dat wordt een pittig debatje, denk ik, gezien de stoute taal van Welles vooraf. Hier Hoijlen, nog vier ronden. En hier Groenendaal. Als het nu vooraan niet meer stilvalt, dan gaan we een topcross zien. En we hopen u nog wat nieuws te kunnen geven van Sandvliet. Misschien kan er na het schoten daar werk van maken. Hier Nijs. Het kan dus, hè, Paul? Ja, het is niet te geloven, maar het doet het. Dat willen we zien, hè? Ja. Spektakel. Tempo nu weer wat gedrukt. Het gaat ook hier al lichtjes bergop. Als die balken op een andere plaats op het parcours lagen, dan zou de koers nu opengebarsten zijn. Hè? Dat moet een zware val geweest zijn, want nog altijd medische assistentie bij Van Sandvliet. En die ligt daar nog altijd. Maar de vader staat erbij, dus ik vermoed toch dat het... ja, het zou natuurlijk een sleutelbeen kunnen zijn of zoiets. Demarrage wel eens, of versnelling wel eens. En kijk vooral naar de grimassen bij Ben Berde. Het rood aanlopende aangezicht van Mario de Klerk. Bij Nijs is dat nog altijd goed. En als je nu over een selectie spreekt, wel hieruit. Hieruit ze weer, hè. En daar wordt dan de Klerk bij. Ja. Van hier is Peter loopt. Ja. Hij loopt. Het is oké. Okay. Is dat de vader? De vader was net uit beeld nu, want er straks stond er volledig naast. Wels, Nijs, Berde, de Klerk en Van Oppen. En hier komt Arne Daalmans, ja. Die moet daar naartoe met Hoijlen. En Vervekken. En dan zien we Groenendaal en Cadré. Ook Arnoux zien we wat verderop. Ik vraag me ook af wat de juryleden of de leden van de UCI straks zullen doen met dat incidentje van Oppenberde. Moeten we dat nu opschroeven? Moeten ze daar een punt van maken? In elk geval, ze zijn bij ons geweest even een piekje komen nemen om te vragen om na de wedstrijd die beelden nog eens te kunnen herbekijken. Wow. Dat zijn al anders toch gebeurd. Maar wielrennen is geen contactsport, hè? Nee, maar je moet pakken. Berde zat ook binnenbocht. Je kan ook een beetje onderuit schuiven en dan ja, voor zijn eigen recht houden. Heeft hem tegen Tom van Oppen geleund en die heeft dan vrij fanatiek iets teruggedaan. Ik denk dat ze Berde het zeker niet moeten wijzen. En Tom had ook misschien wel een beetje recht van het was door Ben Berde dat het teweeg is gebracht. Voor zijn eigen zelf terug in gang te trekken, want het was tenslotte bergop. Dus we zullen zien wat er van komt. Berde die hier in elk geval bijzonder dapper meedoet met die twee. Hij beperkt zich niet tot volgen, neemt geregeld de kop. Daar waar Van Oppen bijvoorbeeld alleen maar aanklampt. Een paar gedubbelden aan het wiel. En hier is Daalmans, de zesde. Voor Hoijlen, Vervekken, Groenendaal, Cadré, Lefevre, Komijnen. Arnoux onder meer, een groepje van een man of 11, 12. Ja, ik ben toch wel een beetje benieuwd naar die selectie voor volgende week. Dus. Ik denk toch niet dat Mario echt er zomer nog wakker van liggen van mee naar de wereldbeker te gaan. Omdat er toch al zoveel over gedaan is van ik wil niet meer internationaal, ik wil alleen nog wel internationaal, maar ik wil niet meer in België koersen. Nou. Maar je weet hoe dat gaat, hè? Je bent geprikkeld en dan heb je dat eergevoel. Nijs, Berden. We zien daar onder meer ook Mike Tielemans bijrijden. Met nummer 43. Tot vorig jaar nog bij de juniorsbelofte. En nu
gedubbeld. En het tempo is gedrukt, ze komen weer terug, Renaat. Ja, en die val van Van Sandvliet, dat was het gevolg van een stuurbreuk. Hij is daardoor Pardoes over kop gegaan. Als Peter ons een tekentje kan geven of wij hem even mogen vragen wat er gebeurd is, Peter. Ja, ik reed van de brug af en plots brak mijn stuur af. Ik dacht eerst dat het wiel in twee brak, maar blijkt dat mijn stuur te zijn geweest. Mijn rechtsbeen doet wel geweldig pijn. Een serieuze zwelling ook, maar ik veronderstel niet dat er iets gebroken is. Misschien een spierscheur of zoiets, dat zou wel kunnen. Ja, je wordt hier nu weggevoerd op een brancard. Het is ja, een heel slecht moment in het seizoen natuurlijk, hè? Dat is het altijd. Ja, ik weet niet hoeveel hersteltijd dat het nodig is. Dus het doet wel geweldig pijn, dat been. Dus ik weet niet wat er juist mee is. We gaan nu naar het ziekenhuis. En we gaan even foto's nemen en kijken dat, wat er eigenlijk is. Dubbel pech natuurlijk, ik lag op kop. En we zijn weer bij de wedstrijd, want het is Sven Nys die er weer een lap op gaf. In voorbereiding op die balkenpartij. En dan eens kijken wat Welles doet. Hè. Welles wil eigenlijk beletten dat Nys hier een voordeel uithaalt. Kijk, even die arm. En dan proberen naast Nys te blijven om te beletten dat hij dan zijn aanval plaatst. Ja, Sven zoekt ook het juiste punt op waar hij kan springen. En dat was toevallig een beetje naar rechts van het moment dat hij op zijn fiets zat op de rechtse kant. Ja, en daar kwam Bart en daar was hetzelfde contact als straks. De ronden tikken ook weg in het voordeel van de Klerk. Hè? De anderen doen al wat ze kunnen om het spel uiteen te rijden en hij blijft er wel bij. En dan is hij sterk, hè? Gaat met de Klerk niet naar de laatste ronde, hè? Want je hebt het zitten. Dat weet ik niet. Ik vermoed, hè, alle respect voor Mario, maar ik vermoed dat je een tijd voorbij is. Van het moment dat Bart en Sven straks gaan koersen voor de overwinning, hè, dan gaat hem ontploffen, denk ik. We zullen zien. Hoyle is teruggekomen. Gadret is teruggekomen. Verfekke. Groenendaal. Zonder Daalmans. Lefevre. We hebben een groepje van 10 man. En Hoyle die we compleet door het lint zagen gaan bij de tweede klim. Nu weer vlot naar de kop. En hier Verstraten. Heeft hij ook al inspanningen gedaan, zeg. En dan Camille van den Berg of Jacobs. Ja, Wimmeke Jacobs. Juist. Hoyle de tijd genomen gekregen om te recupereren. En Van Moppen. Borscha nu pas bijgekomen. Wel eens vrij groot op die kasseien. Dat is en Nys moet niet op de tanden bijten. Het begint pijn te doen bij Nys. Ja, maar voor Mario, wat moet hier gewaar worden? Het gaat goed. Van Moppen, dat lijkt me stilaan op een breukje te leiden. Te lijken beter. Met de knop volledig omgedraaid. Berle moet ook een gatje laten. De Klerk aan het wiel van Nys. Kijk naar de grimas op het aangezicht van de Brabander. En derde komt terug. Om eerlijk te zijn is Sven Nys voorlopig de frisste, hè? Op gebied van uitdrukkingen. Je hebt het recht om wat te zeggen, want je hebt er zelf tussen gezeten. Je merkt het beter dan wij. Maar dat zegt niet alles natuurlijk, hè? Want Mario die... Je heeft afgezien van de eerste ronde tot een tiende nu. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet gaat winnen. Alles kan nog. Laatste rondetijd, 9e ronde, 5 minuten 31. En nog eens wel eens. En is Nys nu een beetje verrast? Nee, toch niet. Nee. Toch niet. Nog altijd goed meegaand. Zo moet het. Topspectakel in de laatste ronde. Maar het is niet gemakkelijk van er hier van weg te rijden. Dus er zit zo weinig verschil tussen die twee renners voorlopig. Hè, op gebied van kwaliteit en ook op gebied van prestaties. En... Derde plooit. Derde plooit weer. Maar breekt hij wel. Gaat Nys overpakken. Aan het wiel blijven dus. En daar is Berde dus. Ze komen weer terug, Renaat. Ja, klopt. Ze hangen nog allemaal op een zakdoek ook van Noppen. En de Klerk zeker nog niet afschrijven. Zelfs Groenendaal hier nog in zesde positie is nog vlak bij de kop van de koers. Maar het tempo ligt hoog. Op dat hele grote verzet. Alsof hij een akker ploegt. Wel eens. Nys wat eleganter. Ook veel elegantie in de stijl van Ben Berde.
ten derde, een jongen met een hoge basisnelheid. Lastige klant in de sprint. Ja, want de sprint zal iets te kort zijn. Hè. Je mocht er nu al van op aangaan. Nijs gaat daar springen, dus hij zal dat zeker... Dat gaat Nijs. Hij springt nu. Ja, ja. Nou, kijk wel, als je goed meegaat. Maar het komt er vooral op aan om die inspanning nu door te trekken. En dat lukt voorlopig nog niet. Dat is normaal, hè. Sven Nijs durft toch niet echt naar die balk toe gaan en alles op die balk laten berusten en daar toeslaan. Dat zou straf zijn. Dus vier, vijf man kunnen niet intomen. Als je met twee bent, dan hoef je er maar één in door te houden en die kun je onder controle krijgen. Het staat 6-4, Paul. 6-4. 6 overwinningen voor Welles, 4 voor Nijs. Ik ben derde 2. Het is echt een duel. Hè. Het is een duel met 6 man, maar in feite gaat het maar over 2. Hè. Ja, er zitten een paar patriotten bij die daar kunnen van profiteren. Ja, ja. En ook dit doet pijn, hè. Weer die fiets op. Dat omschakelen, dat moet allemaal zo perfect gebeuren. Meteen weer in dat ritme. Een volkomen beheersing van de techniek is vereist. Ze zijn weer op komst, hè. Naar de balk. Dit is een snelle ronde, hele snelle ronde. Hoeveel energie zou Nijs daar nu mee sparen? Ik weet het niet. Ik denk als je dan mentaal iemand kunt mee aan het wankelen krijgen. En dat is op zich al gewoon een spel. De kuiterij komt terug. Tempo zakt dus weer wat. Van Oppen is nog altijd blij dat hij mee is. En daar is Groenendaal. Daar zat hij op te wachten, Berde. Ja. Die laatste ronde die wij al moeten intrekken. En nog steeds onder het commando. De massa zakt af naar de streep. Allerlaatste ronde, dames en heren. En we hebben nog 7 kandidaten voor de overwinning. Topkandidaten uiteraard Nijs en Welles, maar er zijn er die daar kunnen van profiteren. En de Klerk gaat met de top de laatste ronde in. Ja. Ronde 5-22. Dat was voorspelbaar. 10 seconden eraf gedaan. Dat is heel straf wat hem vandaag doet, Mario de Klerk. Nu. Heel goed die laatste ronde indelen. Eerst volgende kritieke punt, het kasseitje. Wie durft daar? Gadret dus. Ja, waarom niet, hè? Ja. Een Fransman die de Vlaming in de luur legt. Maar nee, Nijs laat dat niet gebeuren, Nat. Ja, we zagen hem netjes demareren langs de rechterkant van de weg. En Nijs die onmiddellijk in het wiel glipt. En nu gaan ze de kasseien oprijden. Laatste keer de kasseien. Nijs, tweede positie, dan Welles. De Klerk. En de Klerk maakt nog altijd een goede indruk. Als het op een sprint aankomt, oude Mario niet afschrijven. En Groenendaal hangt er ook nog altijd mooi bij. Benieuwd, mocht Mario straks winnen of hij wel zal praten met de pers? Spannende cross. Gadret weer gegrepen. Het kopje van Nijs hier weer wat frisser dan bij de vorige passage. Maar toen was het Welles die ging. De Klerk, binnenkant. Zoals hij dat al vaker gedaan heeft hier. Op naar de Weide. Hij wil als eerste draaien. Dit is het moment waar de Klerk door de muur gaat. Hè? Ja. Er zit daar een muur van gewapend beton en rijdt erdoor. Hè? Ja. Bij wijze van spreken dan toch. En nu die koppositie niet meer afgeven, want hier komt kritiek punt 2. Als hem dat klaar krijgt van nu op kop te blijven, eerst en over de balk te springen, ja, dan mag Sven nog springen over die balken en nog 10 meters pakken. Dan is hij maar terug. De duik. Vermoeide lijven. Blijven ze recht? Jawel. Gadret corrigerend, maar heeft hij al elke ronde gedaan. En ook Groenendaal doet nog mee. En het helmpje van Van Oppen zakt van langzaam meer in zijn nek. Heeft toch karakter, Van Oppen. Dat is waar. Anders hangt er niet meer aan hier. Nee. Maar heeft er een klant bij voor de wereldbeker? Hij dus, de drievoudige wereldkampioen Mario de Klerk. Ex-winnaar van de wereldbeker. Het is razendspannend. Ja. Je ziet ze af en toe het tempo drukken en dan weer de hoogte injagen. Dat is wat de Klerk nu doet. Maar zo'n beetje gaan de leeuwen erover vliegen, ze. De nummer 1 en nummer 2. Kunnen ze nog? Jawel, jawel, jawel. Ik zit er in ieder geval op te wachten nu dat het gaat gebeuren, want ze gaan dat gewoon doen. Hè. Ze hebben het al een keer of 3-4 geprobeerd.
De schade is beperkt gebleven. Het zijn wel drie kampioenen op kop nu. En de oude Vos van 38. Hij legt zijn wet op. Groenendaal mee. Van het bedubbelde. Hier zitten we bij de achtervolgers. Roepje met Vervik en met Huilen. Die spelen niet meer mee. Graag weer naar voren. Hier dus. Nog altijd de Klerk. Dat is al een halve ronde. Nee, hij schuift op. En wel is die altijd zo'n beetje irriterend voor Nijs inschuift. Het is echt op het scherp van de snee nu. Er mag niks gebeuren of ze hangen elkaar in het haar. Zo moet het in de toekomst doen. Dan blijft die cross topspektakel. Er bestaat geen sport die telegenieker is dan cyclocross. De Klerk. Ja, tempo, serieus, tempo, dus sprint nog omhoog. Ja, oh, tempo nog omhoog, ja. Van Oppen is een beetje naar het beeld van de Klerk. Hè? Die laatste ronde, dan kan hij ook meer. Denk maar aan Zolder. Ja, het is de eerste keer dat hij in derde positie komt, Van Oppen. De eerste, de tweede en de derde van dat WK in Zolder. Ze zitten er hier tussen. En hier gaat Bart wel eens. Maar Nijs, die wist dat blijkbaar. Ja, ze kennen elkaar door en door. Ze kennen het parcours door en door. Dus ze weten wat ze waar moeten doen. Ja. Op de trappen. Weet wel eens ik de betere. En is snel op die fiets. Hier kan het gebeuren. Dat was snel. Hier kan het gebeuren. Hoe kan dat nu toch? Nijs heeft hier geen verhaal tegen. Hij past. En wel eens is weg. Wat moet toch op de trappen gebeurd zijn? We hebben het eigenlijk niet gezien. Bij het omschakelen, bij het opwippen op de fiets. Die laatste treden, daar heeft hij gas gegeven. En dan razendsnel die fiets op. Ja. En hier overheen. En dan is het Ben Berde die moet proberen dat gat te dichten. Nee, hij springt nog eens. Mannen, wat een snelheid. Maar kan er nog bij Welles komen? Welles heeft een meter of 10, 15. En Nijs geeft nog niet af. Hij gaat er nog een sprintje uittrekken. Het is nog goed 500 meter. Ben Berde kan niet aan het wiel van Nijs komen. Maar hoe ver rijdt Welles weg? Valt hij nog stil? Het is niet waarschijnlijk. Gaat het de wereldkampioen zijn die hier deze cross in Vossen wint? Zeker. Kan deze vlak even weg? Die is een beetje irriterend in de weg gaan hangen. We gaan eens even kijken. En hier komt Welles en hij gaat het halen. Hij wint in Vossen voor Nijs. En dan de Klerk en dan Berde. En Van Noppen wordt vijfde, Gadré zesde en Groenendaal zevende. Dus toch nog alleen weggeraakt. Het is straf. Een uur hebben we zitten wachten op wie zou hier nu gaan winnen. En dan is er een paar meters in de wedstrijd beslist daar dan over van winst of verlies ineens. We moeten toch even stoom aflaten. Het gebeurde boven op de trap. Hier is Huilen. Op de achtste plaats. En Verstraten die wordt hier knap negende. Dat is mooi. En dan is het Vervekken die tiende wordt en Lefevre elfde. En dit is een gedubbelde. Tom, hier nog eens kijken. Ja. Kijk. Versnelling van... Trappen. Op de trappen is hem al aan het geven. En hij pakt ze met twee treden tegelijk. Ja. En hier gebeurt het. Hè? Ja. Dat snelle opspringen. Hij zit er al op. Hij is al weg. Ja, ja. Het is toch gebeurd in te omhoog lopen. Met zijn techniek? Ja. In te omhoog lopen en dan zo rap op de fiets gesprongen. En juist op het juiste moment de klikpedalen gevonden en weg. Hè. Het staat 7-4 en zie je dat gebaar in die vuist? Een pak hardnekkigheid. Hè. Dit is Lucien, vader Welles. Verdomme, Lucien is ook nog fris. Het kan niet rap genoeg gaan voor zijn zoon. Vernie geslapen hebben, hè, want hij komt van Tabor. Hè. Waar zijn zoon meegedaan heeft. Bij de belofte, maar geen potten brak. De beloften zijn daar een beetje weggefietst. Dus opgelet, niet te hoog van de toren blijven blazen. Er zijn jongeren op komst van andere landen. Wel eens. En die recuperatie is toch fenomenaal. Hè? Je staat er al zo fris als een washandje. Ja, hij is toch content precies met de overwinning. Het ging hard. En hij durfde ook al harde taal te spreken voor de wedstrijd. Dat heb je gehoord in dat kleine stukje interview. En ze hebben het ook keihard gespeeld in de cross. Maar dat willen we zien. Ja. Bij mij is deze de spannendste cross van het jaar geweest. De wereldbeker over 14 dagen was heel mooi. Werd zelfs echt in de spurt beslecht. Maar dit, we waren erop voorbereid. Hè. En al die mensen die zijn beloond. Hè. 1 Welles, 2 Nijs, 3 De Klerk, 4 Berde, 5 Van Oppen, 6 Gadré, eerste Fransman, eerste buitenlander. Dan 7 de Groenendaal,
achtste Huile, negende Jan Verstraeten en tiende Erwin Vervecke. Fenomenale zegen, de spannendste cross van het seizoen wordt gezegd. Nog even het petje of het mutsje professioneel opzetten en dan is de wereldkampioen klaar. Bart, dit was de spannendste cross van het seizoen, zei Paul Herijvers. Ja, ik denk het wel. Dus buiten het terrein is deze wel een van de spannendste. Alleen dat deze wel echt cross was. Dus er was genoeg verschillen in het parcours. Dus hoogtes, laagtes, lopen, zware stroken. En ik en Sven zag heel veel naar elkaar mee dat de rest altijd kon terugkomen. En dan had het nog het Palmansblok in ons wiel. Dus in het begin van de koers zet ik alles op Peter dat ik hem al op de grond zag liggen. Dus, want anders had Peter het wel volgehouden, denk ik. Dus ik en Erwin hebben heel tactisch gespeeld in het begin van de strijd. Niet te veel moeten rijden. En dan ligt Peter daar. Ik weet niet wat hem heeft. Ik hoop niet erg, maar ja, we hadden het hem wel gegund. En in de laatste ronde dan, wat gebeurt er op de trappen? Dat was niet 100% precies in beeld. Ik wist dat ik eerst aan de trappen moest doen, want ik wist dat Sven Nys van de balken ging springen. En ik ben als een zot eigenlijk de trappen opgespeurd. En we kwamen over de brug en ik voelde dat ik 10 meter had. Dus ja, dan moet dat niet meer wachten. En ik denk dat ik al lopen even snel of nog sneller als Sven over de balken ging. Denk. Dus dat had ik bewezen 3-4 ronden terug dat ik hem eigenlijk voorbij stak, terwijl hij aan het springen was, dat ik er voorbij kon lopen. Dus toen wist ik al, van, ja, als ik eerst daar kan draaien, dan pak ik misschien 5-6 meter en dat is zeker genoeg. Voor de cross zei je, deze wedstrijd is misschien niet de belangrijkste van het seizoen. Je zei dat zo wat achterloos, maar je voegde er in één adem aan toe. Sven Nys, die wil ik wel op een of andere manier pakken, is veel gezegd misschien, omdat hij zich gisteren gespaard had. Ja, toch uitluidiger in de pers gedaan dat hem speciaal gisteren had laten vallen om vandaag mij een das te kunnen omdoen. Ik heb bewezen dat dat niet zo is, dus dat ik na een andere wedstrijd ook nog fris kan zijn. Ik was niet super fris, ik had geen superdag, maar ik was toch fris genoeg om te kunnen winnen. En nu op naar Zankwendel. Ja, eerst nog Niel, dinsdag. Dus dan moet ik mijn leiderspraal in de GVA-trofee. Maar dan ga ik zeker voor de overwinning in Sint-Wendel. Afrondend dit parcours, een Zwitserse cross op Vlaamse bodem. Ja, dit is al jaren een heel schone cross. Ik had hier al 2 keer van tevoren gewonnen. 2 keer met slecht weer, nu is het 1 keer met goed weer. Dus laat het volgend jaar terug slecht weer zijn. Het zou een prachtig WK-parcours zijn. Hè? Ja, dat wel. Het is een heel, heel mooi parcours. En ik denk dat de organisatoren dat ook weten. Ze doen er alles voor. En het is, nu vind ik de omloop nog mooier dan de voorgaande jaren. Felicitaties Bart Welles. We kunnen in één adem doorgaan naar Sven Nys, die bezig is met zijn hartslagmetertje te controleren. Sven, het was een cross waarin je in het rood moest gaan of juist weer niet? Tactisch gedoe. Jawel, moest wel in het rood gaan. Maar ik denk ook Van Zandvliet een keer laten rijden. En ja, die pakte niet meer als 10 seconden, denk ik, op deze Tour. Het is weer moeilijk om er van weg te rijden. Het is wel lastig, maar ja, de weeromstandigheden hebben hier beslist dat het een hele snelle cross wordt. En ik had heel veel power in mijn benen en ik kon echt met grote versnelling de bergen op. En dat is, de test is geslaagd. Ik ben tevreden voor deze koers. Meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Verlies jij de cross in de laatste ronde in de aanloop naar de trappen? Goh, verlies ik de cross? Ja, het is misschien zo dat ik daar door het gedrum eigenlijk had moeten eerst zitten. Van Oppen die kwam daar nog een beetje drummen voor die bocht, voor die trappen. En dat had ik eigenlijk niet meer verwacht. Daar kom ik wel op kop, maar Bart komt er nog net over. En die loopt dan heel snel die trappen op. Hij wil per se eerst boven komen om jou te verhinderen te springen op de laatste keer balken. Ja, dat is logisch. Hè? Als je ziet hoe snel ik die laatste keer over die balken spring. Dat kon echt geen ene per uur sneller, want dan had ik over kop gevlogen. Maar dat is het risico van het vak en dan neem ik er dan maar bij. Derde zege op rij hier in Vossen voor Welles. Heeft de sterkste hier vandaag gewonnen? Ik denk dat we elkaar waard waren, hè, en dat je de tactiek op laatste speelde een beetje een rol. Als je ziet, ik spring over die balken en ik kom nog bijna terug tot in zijn wiel. Dat is echt voor mij voldoende. Ik had echt nog power in de benen en ik had niet het gevoel dat ik helemaal leeg was op het einde. Het was de bedoeling om hier vandaag te laten zien dat ik ook een stukje bergop kan fietsen. En dat heb ik wel bewezen, denk ik. De wereldkampioen zei voor en zo net nog na de cross dat hij extra geprikkeld was. Omdat jij gezegd had in de loop van de week, ik spaar me. Ik rij niet in Enegem om in Vossen te winnen. Dat ook, maar ook niet alleen om hier vandaag te winnen, maar ook gewoon om het seizoen goed in te delen. En het seizoen is heel lang en 2 dagen achter elkaar, dat moet je niet iedere week doen. Dus dan start ik niet met het gedacht van ik ga me daar sparen. Dan start ik liever 1 keer in Vossen en daar alles te geven. En dat gaat de morgen wel voelen. Hè. We hebben hier serieuze inspanningen geleverd. En ik had dit nodig om nog eens extra diep te gaan op een heuvelachtig parcours. En nu komt Niel eraan en dan is het voor mij een belangrijke wereldbeker. En dat is hetzelfde parcours als dit, dus het ziet er goed uit. Bart Welles, ja, en was geprikkeld. Was jij geprikkeld door een geprikkelde wereldkampioen? Oh, ik wilde nu vandaag wel winnen.
En het is gebleken dat ik er niet ver vanaf was. Die 2 minuten van de Koppenberg. Dat is wel iets anders dan nu 2 seconden. Dus ik ben tevreden over deze cross. Ik heb meegedaan voor de overwinning. En het kan niet alle dagen kermis zijn. Misschien volgende week al, of dinsdag in Niel of zondag in Zang Twente. Ja, ik doe iedere week mee voor de overwinning. Dus hopelijk een van de 2 volgende keren win ik nog eens. En, de conditie is heel het jaar al goed. En mijn moraal is 100%. En ik voel me goed. En met een kleine verjaard woensdag, dus de week kan niet meer kapot. Felicitaties.